Hallo, mijn naam is Job van der Bijl en vandaag gaan we iets heel lekkers maken. Vandaag gaan we de lumpia maken zoals die gemaakt wordt in het Chinees-Indisch restaurant. Afhaal-Chinees zal ik maar zeggen. Die is heel populair. Ik heb al een filmpje gedaan met de Indische lumpia, met de Vietnamese lumpia, maar deze is ook erg populair. Ik krijg heel veel aanvragen voor dit recept. Dus dat gaan we eens proberen. Voordat we gaan beginnen, like alvast deze video, abonneer je op ons kanaal. Klik op het belletje, zodat je op de hoogte blijft van alle andere leuke recepten die ik nog met je wil delen. We beginnen met het vlees. Dat kan vast dan even gaan garen. Ik heb hier een kipfilet. Kijk, maar de helft van nodig. Deze is vrij groot. Reken dan op ongeveer 100, 150 gram voor een half kipfiletje. Die ga ik even in de pan doen. Met heet water. Gaan we even een minuutje of 20. In de tussentijd kunnen we vulling maken. Doe er een kip bouillonblokje bij. En in principe kun je het zo laten, hoor, maar je kunt ook lekker om wat aan de kleur en de smaak te doen. Ik gooi er een flinke scheut light soy sauce bij. En een paar stukjes, twee stukjes sterrenijs. Of vrij drie, hup. Niet te kinderachtig. En laat ik dit gewoon eventjes 20 minuten. Dan gaan we verder met de rest van de vulling klaarmaken. Dan gaan we even een klein omeletje bakken. Die gaat er straks ook doorheen. Even één eitje. Doorheen. Een beetje zout. Een beetje curry. Even kloppen. Gaan we daar even een klein omeletje van bakken. Nou, even een klein koekenpannetje verwarmen. Klein scheutje olie. Het ei bij. Nou, zo gepiept zo'n omeletje. Het hoeft niet heel te blijven, want we gaan toch in stukje in reepjes snijden straks. Ja, zo is die goed. Dan moet je even lekker afkoelen. En gaan we verder met de rest van de vulling. Voor dit recept hebben we nodig tauge. Dat is een hoofdbestanddeel van de Chinese lumpia's. Die zitten altijd heel erg vol met tauge. 300 gram heb ik hier. In de supermarkt kun je van die kleine zakjes kopen. Ja, vooruit. Bij de groenteboer of bij de groothandel of de Chinese winkel krijg je het veel goedkoper per kilo. Dat gaat los per kilo. Winterwortel. Ja, dat gaan we even raspen. Ik heb maar 25 gram nodig. Ik heb niet eens dat hele stuk nodig. Ja, dat kijk ik niet zo nauw, maar dan weet ik wanneer ik ongeveer in de buurt zit. 25 gram. Perfect. En dan wat prei heb ik ook 25 gram voor nodig. En dan ga ik voornamelijk voor het groene gedeelte. Ik heb dit al afgewassen, dat mensen niet afvragen. Maak die prei wel schoon. Ja, dit erbij. Dat is 25 gram. Perfect. Dan gaan we nu de wortel, de prei en de tauge even blancheren. Tauge doe ik echt maar een paar tellen, want ik vind het lekker als er nog een beetje bite in zit. En als je dat te lang doet, dan wordt het helemaal slap. De wortel en de prei mag ietsje langer. Ik heb hier een pan water tegen de kook aan. Een beetje zout erin. De prei en de wortel erin. En dat hoeft niet heel lang, hoor. Als er totaal een minuut in zit, is lang zat. Kipje is nog steeds lekker bezig, begint er heerlijk te ruiken. Je ruikt die sterrenijs. En eigenlijk vind ik het wel goed zo. De tauge erin. En ik hou hem zo. Ga ik hem even afgieten en afspoelen met koud water. En koud water. En laten we even uitleggen hier. Nou, dan ga ik de vulling vast een beetje op smaak brengen voordat ik de ei en de kip erdoor ga doen.
Even kijken, een half theelepeltje zout doe ik erbij. Ja, een halfje. Half. Fit zien. Ook een half theelepeltje. Half theelepeltje suiker. En echt daar de helft, een kwart theelepeltje sesamolie. Echt een heel klein beetje. Zo. Dan roer ik dat een beetje door elkaar. Die smaken vast een beetje intrekken. En dan ga ik nou de rest erbij pakken. Nou, ik heb het kipje uit de pan gehaald. Die snij ik even in de reepjes. En dan kleine blokjes. Dan het omeletje wat ik heb gemaakt. Dat gaat erdoor. En dan wat ham. 75 gram. Een beetje losmaken. Dus plak dat zo aan elkaar. En dit kan dan allemaal hierbij. Bij elkaar. Een klein beetje witte peper bij voor de smaak. Ja. Die erbij. Dan gaan we dat even goed mengen. Mocht er nou nog vocht uitkomen, dan kan ik het straks nog even laten uitlekken eventueel. Maar in principe wordt dit je vulling. En dat ziet er gezond en kleurrijk uit. En beter gevuld dan de Chinees tegenwoordig doet. Maar het is wel de goede smaak. Je kunt eventueel nog even testen of die zoutig genoeg is, maar dat denk ik wel. Dat is het ook wel. Maar het is ook een kwestie van smaak. En dan gaan we nu de lumpia vellen maken. Dus we laten dit gewoon even staan. Dit is klaar. In tegenstelling tot de Vietnamese of de Indische lumpia's kun je de lumpia vellen voor de Chinese lumpia niet in de winkel kopen. Die moet je zelf maken. En die bakken we in de koekenpan. En nu zullen onze pannenkoeken die we gaan maken, lumpia vellen, niet zo groot zijn als van de Chinees. Omdat onze koekenpannen niet zo groot zijn. Dus de lumpia's worden gewoon standaard wat kleiner, maar dat maakt op zich niet uit. De smaak is prima. Ik denk dat ze zulke lumpia vellen maken, maar ik heb niet zo'n grote koekenpan. Dus we gaan het gewoon doen. Ik heb hier een halve liter water in een kom. Daar doe ik dan 325 gram bloem bij. Ja. 1 ei. 1 beetje zout. Een scheutje olie. Dan gaan we dat eens even kloppen. Hoe die klopt daar, kinderen? De 18e eeuwse mixer van mijn moeder. Dat ga je horen. Maar dat maakt niet uit. Zo, kijk eens, nu hebben we een mooi, glad, niet te dun, niet te dik beslag. Daar gaan we straks een mooi pannenkoekje mee bakken. We gaan nu dan de pannenkoeken maken. Dus afhankelijk van de grootte van je koekenpan, daar hangt de grootte van je lumpia van af. Dus als je een kleine koekenpan hebt, dan maak je meerdere kleine lumpia's. En als je een grotere hebt, dan kun je een aantal grote maken. Een klein beetje olie in de pan. En dan is het belangrijk dat je de pannenkoeken niet heel gaar bakt. Ze moeten echt heel rauw blijven, zodat ze zacht en soepel zijn. En daarna gaan we ze frituren, dan worden ze mooi bruin. Maar dit moet echt een mooie bleke pannenkoek blijven. Even kunnen komen. Even goed uit laten lopen, zo groot mogelijk maken. Nou, kijk, en hier zie je dat hij al wat donkerder wordt. Hier wordt hij solide. Dat moet hij even helemaal worden. Dan probeer ik hem om te draaien. Kijken of ik hem om kan draaien. Het moet wel stevig genoeg zijn om te draaien.
2. En nou vind ik hem goed. Kijk, hier zie je dat hij wit wordt. Dan begint hij al een beetje te bakken. Dat is. Dat willen we niet. Dus laten we even afkoelen op het bordje. Zo maar dan. Nou, dan gaan we hem nu vullen. Daar is om niet te veel vulling te doen. Het is gauw te veel. Ik denk dat dit te veel is. Hupsa. Nou, dan maak je een klein rechthoekje. Leg je iets voor het midden. Leg je de voorste flap eroverheen. De zijkanten klap je eroverheen. Probeer het een beetje strak te doen. De vulling strak te houden. En dan rollen we door. Kijk, zo zit hij mooi dicht. En dan gebruiken we het beslag wat we hadden om dicht te plakken. Even met een kwastje erop. Want hij mag niet open springen tijdens het frituren. Dan rol je door. Kijk eens, dan heb je een prachtige Chinese lumpia klaar om gefrituurd te worden. Nou, dan kunnen de lumpiaatjes nu in de... Ik heb een pan met hete olie om te frituren. Dan leggen we ze voorzichtig in. Dan gaan we ze even bakken, ongeveer 8 à 10 minuten, afhankelijk van hoe dik ze zijn. Moet dat zo lukken. En wachten dat even af en straks nog eventjes omdraaien natuurlijk, maar dit moet helemaal goed komen. Nu ben ik er trouwens proefondervindelijk achter gekomen dat de pannenkoekjes moeten niet te rauw uit de pan. Want dan breken ze makkelijk. Je moet ze wel eventjes doorbakken dat ze net niet bruin worden. Dan worden ze wel steviger, want anders dan scheuren ze te makkelijk. Dus dan moet je zelf even proefondervindelijk uittesten. Zodat je niet kapotte. Mocht het mislukken, dan is het makkelijkst om even nieuw beslag te maken. En je vulling is het lastigste natuurlijk, dus die kan je dan opnieuw gebruiken. Kijk, dat ziet er prachtig uit. 3 goudbruin gebakken lumpia's. Ik ga ze nog even laten uitlekken. Wat ik dan nog even doe, dan voor het geval er toch nog wat olie in is gelopen, prik ik er wat gaatjes in, helemaal erdoor. Dan kan het de olie er nog even uitlopen. En dan is hij perfect zo. En kijk eens hoe lekker. Onze eigen zelfgemaakte lumpia van de afhaal Chinees. Alleen je hoeft niet de deur uit, want je hoeft het niet af te halen. Want je maakt hem gewoon zelf en hartstikke lekker. Moet je kijken, goed gevuld, mooie kleuren. Lekker een chili sausje erbij als je dat lekker vindt. Of geen saus, wat jij wilt. Ik zou zeggen, eet smakelijk.